Nou, zegen, dat ben je soms naar op zoek in je leven, maar het komt niet vanzelf aanwaaien. Mijn gast is Dylan. Dylan, laat eens even teruggaan in de tijd. 5 jaar geleden. Yes. Wie was jij toen? Je bent nu 21. Ik was een verloren jongen en ik was zoekend naar mijn manier van leven en overleven. En ik was drugsverslaafd, geraakt toen ik 13 jaar oud was. Toen begon ik met blowen. En uiteindelijk toen ik 15 jaar oud was, ging ik cocaïne gebruiken en allerlei andere soorten drugs. En daar werd ik afhankelijk van. En vooral ook amfetamine aan het eind, waardoor ik heel mager werd. Mijn hele leven die was eigenlijk één grote rotzooi geworden. Ja, Ja. want je ging ook op criminele pad, want dat Klopt, hoort eigenlijk altijd bij klopt. elkaar, Je hè? gaat samen hand in hand met een drugsverslaving. Ja. Hoe slecht was je aan toe een jaar geleden? Het is ongeveer 1,5 jaar geleden. Ik woog iets meer dan 55 kilo. Ik was heel dun, heel mager in mijn gezicht. Ik was heel bleek. En Was je ook psychotisch? ik was zwaar psychotisch op dat moment. Ja. Ja. Wat is dat als je psychotisch bent? Dat is dat ik een andere waarneming heb van dingen die er gebeuren dan de mensen om me heen zien gebeuren. Geef eens een voorbeeld. Nou, ik zag bijvoorbeeld dat ik te veel drugs genomen, zag ik allemaal konijnen over de weg rennen. En ik zag ja, eigenlijk allemaal dingen die niet werkelijkheid waren. Dus, en ik fantaseerde ook heel veel gedachten die uiteindelijk niet overeenkwamen met de werkelijkheid die er gebeurde, die ik nu zie. En ja, Je was aan het eind van je Latijn. ik was aan het eind van mijn Latijn Ja, je inderdaad. had waarschijnlijk ook niet zo lang meer geleefd. Nee. Dan komt er een vriendin en die zegt: joh, Dylan. Ik ga naar de kijk. Ja, Heb je zin om mee te gaan? klopt. Ben je Ja, helemaal gek? zei Tisha. Zij heeft mij meegenomen. Ik ben haar zo dankbaar. Toen ik daar kwam, ik wist niet wat me te wachten stond. Maar ik dacht van, oké, ik heb alles geprobeerd in mijn leven. Ik heb 6 klinieken gezien, 50 therapeuten, psychiaters, meerdere medicijnen. Ik ben zelfs naar Zuid-Afrika gevlogen om clean te worden. En het lukte mij niet om clean te blijven. Dus ik dacht, als dat allemaal niet heeft gelukt, ik probeer dit nog één keer en dan kan ik altijd nog zeggen van, oké, nou ja, ik ben het niet waard, het gaat mij niet lukken. Dus ik ben naar die avond gegaan. En ik kan me nog goed herinneren dat ik daar binnenkwam. En ik zag mensen om me heen en die stonden met hun armen in de lucht en te zingen. En eerst dacht ik, wat zijn dit voor rare mensen? Ik was onder invloed van drugs, maar mijn hart werd geraakt door God. God die sloeg met een hamer op mijn hart. Mijn hart was van steen, door alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven. En God die heeft mij eigenlijk, vanaf dat moment heeft hij mij getransformeerd naar de jongen die ik nu ben. Welke jongen ben je nu? Ik ben nu een liefdevolle jongen en volgeling van Jezus Christus, de levende God, hier op aarde. Nou, Ja. ben je niet bang dat je dat dit van drugs naar God, dat je er ook weer vanaf kunt vallen? Nee. Nee? Nee. Zeker weten? Ja. Waarom? God zegt, mijn schapen horen naar mijn stem. Dus hij zegt, als ik in hem blijf, blijft hij in mij. Mooi En man. ik zal voor altijd in hem blijven, omdat ik zo dankbaar ben voor mijn redding, Ja. dat ik in hem zal blijven. Ja. Als je dit 3 jaar geleden had gezien, dat je zo hier op de bank zou zitten, zou je denken: nou ja, Ja, onmogelijk. onmogelijk, inderdaad. Ja. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. En hoe heette die kerk waar je. Best Life Church. Ja, waar staat die? In Zuilen in Utrecht. Ja. Ja. Zullen we eens Ja. kijken hoe zo'n dienst eruit ziet? Ja, zeker. En dan komen je voorgangers plaatsmaken voor jou. Is goed. Hey, ik vond het bijzonder wat je te vertellen had. Ja. Superman.